Aan de overname van het leiderschap binnen de VAP is steeds een punt van discussie geweest, zowel binnen als buiten de partij. De heer Latchman verklaarde steeds, onder andere op 9 september 2001, dat hij nog niet in staat, nog bevoegd was de leiding van de partij over te dragen. Men moest van hem overnemen, dat was zijn filosofie. We hebben een collage gemaakt. Van een kort gesprek dat we met hem hadden. We vragen de aandacht van de kijkers voor dit moment. Graag. Met de heer Latchman. Ja, goede gesprekken met u heb mogen hebben, die ik zeer waardeer. En in onze gesprekken zei u, toen ik u ook vroeg een keer, uw opvolging daar werkt u niet bewust aan. U zei ja. Gandhi, Mahatma Gandhi heeft ook niet voor opvolging gezorgd. Als wij de filosofie of het levenspad van Gandhi bekijken, is hij niet aan een natuurlijke dood overleden, maar hij is vermoord geworden. Waardoor hij dus niet voor opvolging heeft kunnen zorgen. Maar meneer Latchman, u bent er nog. We hebben het leven niet in handen en we weten niet hoe lang en wanneer het einde is. En vandaar dat dit zo belangrijk is, als je hieraan zou willen denken, de opvolging in uw partij. Meneer Van Dijk, het is goed dat u die vraag weer stelt. Ik heb ook eraan gedacht. En ik heb natuurlijk bepaalde mensen in mijn oog. En zijn meestal dag en nacht, misschien als we in de politiek zijn, zijn ze naast mij. En ik heb gezien hun werkwijze, waarop ze te werk gaan. Dan geloof ik wel, als zij nog na mij het lichaam van mij verdreven is, maar mijn levenswijze zal blijven leven. Toen Mahatma Gandhi gezegd heeft, is dit waar. Wij zullen aan Engeland laten wezen, is de wijsheid het gaat dienen. En ik zeg het u nogmaals, als ik er niet ben, denk ik wel dat er iemand zal zijn die de zaak gaat voortzetten. Er zullen natuurlijk versplinteringen kunnen komen, dat ben ik met u eens. Er kan komen, maar uiteindelijk gaat die versplintering doodgaan. De kleinste gaat doodgaan, de waarachter gaat blijven leven en die gaat groter willen worden. Meneer Sarju, u heeft het gehoord, wijze woorden van de heer Latchman. Had u het vermoeden dat hij de opvolger van de heer Latchman ooit zou zijn? Eerlijk gezegd, meneer Van Eyck, ik heb dat vermoeden nooit gehad. Ik heb ook nooit de verwachting gekoesterd ooit leider te worden van de VHP. Ik heb me in mijn levensloop, in mijn loopbaan, of het nou op kantoor was, in het onderwijsveld, dan werd in de politiek, als anderszins laten leiden door een beginsel. Misschien dat ze een keertje gehoord zult hebben, het lied des Heren, de Bhagavad Gita, ja. Waarin Lord Krishna de mens aangeeft. Karmane vadika raste ma phaleshu kadachan hetgeen betekent, doe je plicht en laat je niet leiden door de vruchten van je karma. Doe je karma, doe je plicht. Ik heb steeds mij begeven op dit pad van het doen van de plicht. Maar u had, en ik moet zeggen dat ik daar geen spijt van heb gehad. Maar u had het voorrecht dat u steeds in de omgeving van de heer Latchman was. Ik had het voorrecht om steeds in de omgeving van de heer Latchman te zijn. Ik geloof dat de heer Latchman op een bepaald moment ook ontdekt heeft dat ik zijn visie begreep. En dat zelfs wanneer bepaalde stukken reeds bepaalde instanties gepasseerd waren, zei hij, Ram, wil je dat nog eens een keertje doornemen? En daar voelde ik een vertrouwensrelatie. Vervolgens is het misschien van belang aan te geven dat toen voorzitter Latchman tijdens de militaire dictatuur lid van het topberaad was voor wat betreft de politiek-bestuurlijke orde. Het zal u bekend zijn dus dat de gevestigde politieke organisaties lid zijn geweest, althans geparticipeerd hebben in het topberaad tijdens de militaire dictatuur. Ja. Moest voorzitter Latchman een keertje naar het buitenland. Toen heeft hij een brief geschreven naar de heer Boutersen, toen bevelhebber, ja, waarbij hij aangaf dat zijn vertegenwoordiger in het topberaad de heer Sarju zal zijn. Zo, ja. Dat is in de archieven van de VHP. En
Ik dacht nog altijd dat dat het moment was. Het was een eerbetoon aan u. Het was een eer. November 2001, meneer Sarjou, werd u bij acclamatie gekozen tot voorzitter van de DNA, het Hoogste College van Staat. Hetzelfde jaar, op 23 december 2001, werd u ook bij acclamatie enkele kandidaat gekozen tot voorzitter van de Verenigde Vooruitstrevende Hervormingspartij. Hoe heeft u deze momenten, twee belangrijke momenten in uw loopbaan, politieke loopbaan, ervaren, meneer Sarjou? Het is moeilijk om daar een antwoord op te geven. Omdat, voor uw informatie mogen dienen, ik heb het al eerder gezegd, ik heb nooit met ambities geleefd voor deze functies. Ik heb nooit verwachtingen gekoesterd voor deze functies. Ik deed mijn plicht. Zag en u het niet ik aankomen? Heb het, ik, niet echt. Ik bedoel, wie had gedacht dat voorzitter? Als je steeds in de buurt van de voorzitter bent, vertrouwelijke zaken mocht bespreken en afhandelen. Er waren andere grotere goden binnen de VHP. U denkt aan zeker denk aan meneer Adin, okay. Jan Adin. Ja. Denk aan de heer Dochter Naan Pandey toen, ja. Er waren andere prominenten binnen de partij ook. Dus eerder had je mannen als dokter Rambar en Mister, okay. Ja. De heer Srimisir, de heer Hari Radhakishun. Zeg maar, er zijn namen in de klinkende namen binnen de VHP die je ruimte niet gaven om te piekeren, tenminste als je realistisch wilde zijn. Maar voor mij was dat niet het punt. Ik was al blij als ik mijn plicht kon doen binnen het kader van de partij. En zoals eerder gezegd, dat ik het vertrouwen kon genieten van voorzitter Lashman. Dat was voor mij genoeg. Ik ben gewoon in de functies gerold. Okay.